Er gaat een gerucht dat EA zal... Er gaat een gerucht dat EA de banden zal breken met zijn collega's. Er gaat een gerucht dat EA... Het gerucht gaat dat EA... Nintendo zal geen persconferentie op de E3 houden. De reden daarvoor is dat de topman belooft... Nintendo zal geen persconferentie houden op de E3. De reden hiervoor is dat Nintendo gelooft dat er al zo'n goede communicatie is tussen hun en het publiek, dat ze het echt gewoon niet nodig hebben, denken ze. Dit is echt... Nintendo gelooft dat ze dat... Het gerucht gaat dat EA... Call of Juarez. Nee, kut, hoe zeg je dat? Er zijn een aantal dingen die zijn deze week gebeurd en die gaan ook nog gebeuren. Er zijn dus... Call of Juarez. What the fuck? Call of Juarez Gunslinger komt op 22 mei uit. Ubisoft heeft... Ah, kut. Call of Juarez Gunslinger komt op 22... Nee, wou ik zeggen. Ja, toch. Survival Wars is op Live with Nick. En iedereen weet dat alles wat Live with Nick of Nick doet, dat het gewoon vet is. Eigenlijk alles kan kapot. Met een... Call of Juarez komt op 22... Call of Juarez komt op 22 mei uit. Hij komt... Oh, kut. Ubisoft maar bekend. Call of Juarez verschijnt op 22 mei. Ubisoft maakt bekend dat Call of Juarez Gunslinger op 22 mei verschijnt. Oké, okay, ja. Beneden hier ergens of zo. Hier, abonneren, hier. Klik er maar op, is goed. En op Bro Gaming, voor Brocast. Bro, fuck. Call of Juarez, dat hebben ze bekendgemaakt tijdens de presentatie met de Jaakwetaal. Nee, wat was het nou? De Jaakwetaal. Dit was de nieuwsflash voor... Hoeveel is het vandaag? 23ste volgens mij, toch? Ja. Oké. Okay. Hey gasten, ik ben Tom en welkom bij een nieuwe Bro Gaming. Nintendo houdt geen persconferentie op de E3. Nintendo houdt geen persconferentie op de E3. Het gerucht gaat dat EA het contact met hun partners gaat verbreken. Dit betekent dat studios zoals Harmonix... Welke is er nog meer? Oh ja, Fuse. Call Juarez.